Heeft u er verstand van? Wat staat er te gebeuren op de spuiplijn? Ja, eigenlijk is het heel erg geheim, ja. Maar we gaan een flashmob uitvoeren. Okay. Met alle groepen 7, 8 van de basisscholen hier in Bunschoten. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat het onderdeel is van het cultuurprogramma, waarin kinderen kennis maken met hun eigen culturele omgeving. En de flashmob gaat over, kijk hier, kijk daar en kijk eens om je heen. Kortom, waar wonen we eigenlijk en wat zien we daar? En dan wordt er gezongen en daar hebben ze allemaal ingestudeerd? Ja, ja. We hebben regieklassen die hebben hier op locatie of die hebben het begin geoefend. En van alle kanten komen dadelijk klassen instromen en die doen samen de flashmob. En dan zijn ze net zo snel weer weg. En dan zijn we in 5 minuutjes eraf gelopen. Ja. Wat leuk. En dan kijken ze eruit? Dat hoop ik wel. Ja. Ik denk het wel. Ik zag er net een groep en die waren behoorlijk opgewonden. Dus precies om 11:30 gaat iedereen lopen. En, dat moet allemaal gecoördineerd worden en dat is allemaal al voorbereid? Ja, dat is voorbereid. Het lied en de bewegingen zijn in de klas ingestudeerd met lesmateriaal. Okay. En het maakt onderdeel uit van het cultuurprogramma van Kunst Centraal. Kijk, dat klinkt goed. En dat speelt zich allemaal hier af zo dadelijk? Ja, hier. En om 11:45 nog een keer. Want er waren zoveel kinderen, dus we doen het in 2 groepen. Oh, nou, ik vind het een leuk initiatief. We gaan kijken. Ben je ergens juf? Nee, ik ben van Kunst Centraal en ik organiseer het programma hier in Bunschoten. En Kunst Centraal is van Bunschoten zelf of is dat landelijk? Provinciale instelling voor kunst- en cultuureducatie. En alle scholen in Bunschoten nemen deel aan ons programma. Dat is een structurele samenwerking. Oké, en dan dus ook in Baren en in Amersfoort en in Leusden? Amersfoort niet, maar Baren, Bunschoten, Eemnes, Soest, zo de hele provincie. We hebben 15 gemeenten die meedoen. Vandaag zijn wij aan de beurt. Ja, dat klopt. Ik vind het ook spannend. We gaan kijken wat het wordt. Ja, leuk. Na afloop van deze flashmob, hoe vond je het gaan? Geweldig. We hebben hem de afgelopen 3 jaar in bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht gedaan. En zo goed als vandaag heb ik hem nog niet gezien. Wat is er dan goed aan? Vertel eens, wat is er nou zo goed aan dan? Anders dan andere steden? Dat alle klassen goed voorbereid waren, want alle kinderen kenden het lied. Ze deden de bewegingen heel goed, het ging mooi synchroon, want ze hebben het natuurlijk samen nooit geoefend. De klas die begon met de gekleurde t-shirtjes, die hebben een regieles gehad om de introductie te doen. Maar de andere groepen die hebben het in de klas ingestudeerd en die sluiten hier voor het eerst aan. Nou, dat ging prachtig synchroon. Het zingen kan iets harder, maar het is ook altijd spannend en het gaat een beetje verloren op het plein. Maar zo goed heb ik hem nog niet gezien. Dus voor alle kinderen in Bunschoten, goed gedaan. Ja, dan denk ik wel eens van, hoe lang doe je daarover om dit in te studeren? Het is een project van 3-4 weken, dus de leerkrachten krijgen het digitaal lesmateriaal. En dan zijn het in totaal 3 voorbereidende lessen. En die doen ze op het moment dat het ze uitkomt in het lesprogramma. Dus totaal denk ik 3-4 weken. Dus lessen van 1 uur, 1.5 uur. Ja. En nou is het afgelopen en dan? Wat houden de kinderen daarover anders dan dat ze het meegedaan hebben aan cultuur? Ja, en het doel van het cultuurprogramma is dat de kinderen kennis maken met hun eigen culturele omgeving.
Dus dat je anders naar je omgeving gaat kijken. Dat je kennis maakt met muziekschool, dansschool, monumenten. Dus deze kinderen doen al 8 jaar mee aan het programma. Mooi man, ik vond het leuk om te zien. En dat ze allemaal enthousiast bezig waren, dat klopt inderdaad. Ja, hè? Ja, ze hebben het super gedaan. Ja. Dankjewel. Jullie ook. Ja, toch weer even een evenementje op het Spuiplein. Mooi, het heeft allemaal met cultuur te maken en daar kan niet genoeg aan gewerkt worden. Dit was het vanuit het Spuiplein.